Collega's, meneer de eerste minister, onze fractie Ecolo Groen is net terug. Wij stonden daarnet aan de beurs. Niet toevallig, collega's, aan de beurs. Daar waar de miserie is begonnen, meneer Reinders. Daar waar de miserie is begonnen, waar we vandaag nog altijd gewoon de mensen die vandaag op straat gekomen zijn, de prijs voor betaalde financiële crisis die u niet goed wist te beheren, meneer Reinders. En wij stonden daar omdat we de mensen die vandaag op straat gekomen zijn een hart onder de riem wilden steken. Omdat wij heel duidelijk aan hen wilden vertellen, wij, in tegenstelling tot die regeringen in dit land, wij staan wel aan uw kant. En ik was daar, meneer De Waal, dus ik kan net iets beter inschatten wie er nu was en waarom zij op straat liepen. En ik heb dus geen betoging gezien van conservatieve, angstige mensen. Integendeel. Wat u daar vertelt is pertinent onjuist. U was daar niet, dus u zou daar beter over zwijgen. Wat ik wel gezien heb, meneer, het conservatisme en het radicalisme zit in uw regering, in uw meerderheid, niet op de straat, niet bij de mensen die daarnet op straat zijn gekomen. Want dat heb ik gezien. Ik heb heel veel jonge mensen gezien, collega's. Ik heb lang niet alleen mensen gezien die zeggen van ik moet absoluut volgend jaar kunnen genieten van mijn brugpensioen. Heel veel jonge mensen die zorgen maken over de toekomst. Natuurlijk waren er veel vakbondsfracties. Natuurlijk waren er veel groene, rode en blauwe visjes. Maar er waren ook heel veel verpleegsters. Er waren onderwijzers, conducteurs. Heel veel mensen, ook zonder lidkaart van de vakbond, die samen 120.000 mensen maken op straat. En dan kan u alleen, meneer de eerste minister, daar een antwoord op geven. Wij kunnen als oppositie alleen maar vragen stellen. U bent de kapitein van de Belgische boot. De bal ligt nu in uw kamp. U ziet de vakbonden straks om 17 uur. Wat zal uw antwoord zijn? Wat doet u met 120.000 mensen op straat? Welk signaal zal u straks geven? En ik denk, meneer de eerste minister, als u dat sociaal overleg echt een kans wil geven, dan moet u straks van een aantal maatregelen zeggen. En ik rond daarmee af. Dan moet u, meneer de eerste minister, straks zeggen om 15 uur een aantal dingen gaan we niet doen. Die indexsprong gaan we niet doen. Die loonblokkering die gaan we niet doen. En die fiscale hervorming, die taxshift, die gaan we wel doen. Als we dat doen, dan gaan mensen op straat komen, niet om te betogen, maar om te applaudisseren, want hervormen kan ook in dit land groen en sociaal. Dat is onze overtuiging, de overtuiging van al die mensen, meneer De Waal, daarnet. Dank u wel.